in het kader van het bevorderen van een gezonde levensstijl en om de landbouwproductie in het district Koroni op gang te brengen, heeft Stichting Ontwikkeling Koroni Eljero, afgekort Stichting SOKE, onlangs de eerste aanplant gehad van medicinale planten en vruchtbomen in het district Koroni. Deze plan, in principe, hebben wij niet in handen, hebben de Belgische in handen. Maar de Belgische zijn ermee gekomen. En in Koroni, ja, ze houden van het district. Ik heb een paar rondleidingen gegeven in het district. En ze zeggen van nee, hier moeten we opstarten. Dus vandaar dat we hier in Koroni, want ik ben zelf ook in Koroni, ja natuurlijk. Dus Mogojimi district. Dus ja, daarom zijn we met deze aanplant begonnen. Laat mij dit stellen en de eerlijkheid gebiedt mij om het ook aan te geven. Dat ik hoop tenminste dat dit project geen Karuwiri project gaat zijn. Dit stel ik omdat ik nog steeds als DC op zoek ben naar identificatie van een voorbeeld van dit soort projecten. Het is niet de eerste keer dat we een productieproject, toch, vooral onder de jongeren, launchen. Dit is een van die, hopelijk niet de laatste, maar dat belangrijk is de continuïteit. Laat het niet blijven bij een paar bomen maar dat wij over een aantal maanden hier volop groen zien, toch? En die bomen allemaal gezond en wel hier staan, waardoor we dus straks met trots kunnen oosten en dat afzetten in het belang natuurlijk, niet alleen voor Koroni, ook de toekomst van de jongeren. We weten allemaal dat de overheid niet in staat is om iedereen in dienst te nemen bij de overheid, maar Koroni zal het moeten hebben van de productie. Meneer Dorsier is van LVV is hier ook. Hij is ook elke dag bezig om die begeleiding te geven. En Stichting SOKE, nogmaals, ik hoop dat in elk geval jullie project tot een van die best practice project beschouwd mag worden de komende tijd. Ik zal zeggen ook namens de overheid, de regering, u allen succes toewensen met dit project en dat wij straks samen de vruchten letterlijk ervan mogen plukken. Dit project wordt uitgevoerd onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, sectie Koroni. Jullie starten met een nieuw project, net wat de DC zegt. Ik hoop dat het werkelijkheid wordt, dat jullie de vruchten letterlijk en figuurlijk van zullen plukken. Om te beginnen, ik heb begrepen, het is een fruitproject. En fruit, waarvoor is het eigenlijk nodig, mensen, in het leven? Voor ons als mens. Eén, het dient als, zeg maar, het levert ons vitamine en mineralen. Voor onze gezondheid dus. Dus normaal heeft de mens bouwstoffen, beschermende stoffen en brandstof nodig. En fruit en groenten die zorgen voor vitamine en mineralen. Voor de gezonde groei, vooral voor de kinderen. U ziet, we zijn in Koroni, alles groeit mooi. Het bos hier rond ons is ook mooi groen. Het is ondanks het droog weer is. Alles groeit mooi en ik hoop dat het de bomen die wij straks zullen planten, werkelijk vruchten zullen dragen. Het is belangrijk dat we gaan nadenken over productie van jongeren. Wij als jongeren die de toekomst zijn van morgen, wij als jongeren die de toekomst zijn van vandaag. En wij als jongeren die moeten overnemen van onze mensen, van onze ouders, voorouders. En iedereen die ons voor is, moeten in staat gesteld worden ons klaar te maken om over te nemen. En indien wij niet zelf dat initiatieven overgaan en vragen naar de ondersteuning van de ouderen, zal het ons niet lukken. Ik moet aangeven dat het niet gemakkelijk is geweest. We staan er, we gaan door. DC, u heeft aangegeven dat ik een project noemt er een Karuwir van je project. Dan ga fit zo fit, dan ga alle energie zo last zien. Ik denk dat ik ook aan een Karuwir van je project. En misap zei het taki. Maar met de ondersteuning van u en LVV zullen we zeker gaan kijken. Taki, wie zo lees die biggie squalo kou passie. Maar dat we er stand zullen behouden.
En dat we uiteindelijk, we hebben het gezegd van, de aanplant gaan we klein houden. Maar als we de eerste grote productie hebben gehad, dan kunnen we een feestje bouwen. En dan kunnen we zeggen, we hebben de eerste productie gehad en we gaan verder. De naam van Coroni zou moeten preken, de naam van Suriname zou moeten preken. En het gaat niet om de stichting, het gaat om wat we gaan doen voor Coroni. Het gaat niet alleen maar om wat we gaan doen, maar wat we gaan bewijzen dat Coroni Manolissi en dat we altijd nog het bijzondere kunnen halen uit de bodem van Coroni. Deze LVV, stichting gefeliciteerd. En we gaan ervoor. Dank u wel. Zuurzak, pommes de citer, kokosnoot en bananen zijn de vruchten die geplant zullen worden. Van de zuurzakbladen maken ze medicijnen, meer toets voor kanker, zenuwen. En de pommes de citer is ook bijna hetzelfde. En van die bananen wat we gaan planten, daarmee maken we bananenmeel natuurlijk. Stichting Soke is een organisatie. Van België uit naar Suriname. De stichting bestaat al 5 jaar. De eerste 3 jaar waren we actief bezig in het district. Maar we bepaalde dingen zijn we even uit beeld gegaan. Maar nu zijn we teruggekomen om ontwikkeling te brengen in het district. Dus daarom gaan we nu starten met het medische plantjes. Zodat het district in actief blijft, weet je, de jongeren wat kunnen aanbieden, werkgelegenheid en zo. Dus daarvoor zijn we vandaag hier. Knutselen is voor veel kinderen een favoriete bezigheid. Knutselen heeft vele voordelen. Het stimuleert onder andere de creatieve ontwikkeling van het kind en door te knutselen worden de motorische vaardigheden getraind. Op zondag 26 oktober organiseerden de heer Kenneth Sloten en Guillermo Linger een pilot boetseerproject voor enkele kinderen op leiding 10A. In feite komt het initiatief van meneer Linger en ik samen. Ik lag een zondagmorgen in bed te rafotten met een van mijn kleintjes. En meneer Linger belde me op en hij vroeg als hij gelegen belde, als hij me stoorde. En ik zei, nee, je stoort me niet. Ik ben wel in bed bezig te rafotten met een kleindochter van mij. En hij zei, oh, dan kan ik met wat klei komen en verf. Ik zei, in principe wel, maar laten we het volgende week doen. Dus hebben we gepland voor vandaag. Het was de vorige week zondag dat we het telefoontje hadden. Hebben we gepland voor vandaag. Ik ben aan het bellen getogen. Ik heb de kinderen gebeld van breng die kleintjes. Zondagmorgen we bezig zijn te boetseren. En ik dacht terug aan mijn eigen jeugd. Toen ik zo jong was als hun, ben ik naar jeugdcentrum gegaan. En daar mochten we een creatieve expressie doen. En ik merk dat het een beetje uit het patroon is gegaan. En ik dacht dat het een goed moment zou zijn om het weer leven te geven. Dus een kunstenaar die verstand heeft van dit soort dingen met kinderen omgaan. Jullie waren hier op tijd en ik denk dat jullie de kinderen hebben zien aankomen en hebben zien rafotten. En hebben gemerkt hoe rumoerig het was met de kinderen hier. Op het moment dat meneer Linger begon en ze aan het werk zette, stuk voor stuk, nam die rust toe. Totdat het nu, bijna kan je zeggen, compleet rustig is, weet je. En dat geeft aan de manier van aanpak en zo. Dus dat wil zeggen, we hebben een goede keus gemaakt voor meneer Linger. Ik ga een beetje creatief bezig zijn met die kinderen. Ja, ik ga ze gewoon een beetje dat origineel ding van creativiteit laten proeven, eigenlijk als kind. Omdat ik zeg niet dat ik het mis binnen de samenleving, maar het gebeurt eigenlijk heel weinig. Of mensen vinden het nog te luxe, you know, om kinderen creativiteit bij te brengen. Creatieve expressie is erg belangrijk. En mensen staan er niet bij stil. Wanneer je op deze jeugdige leeftijd getraind wordt om je creativiteit te tonen, te ontwikkelen, dat je in latere leeftijd, op het moment dat je creatief moet zijn, dat je wel beschikt over die skills om dat toe te kunnen passen. En ik heb gezien, in zoveel gevallen heb ik de voordelen gezien
van mijn verleden. Toch? Mijn jongere jaren, mijn jaren als kleuter, weet je. Dat zich heeft ontwikkeld in mij. En ik pas nog steeds, waar nodig, pas ik het toe. Ik heb vandaag ervoor gekozen om met verf en met klei te werken. Omdat eigenlijk simpel, omdat verf en klei makkelijk, het makkelijkst zijn om met kinderen te werken. Ik heb een t-shirt van me gebracht, dus toevallig hou ik ervan als kinderen op mijn kleren werken. En ik trek ze echt aan. Ik ga ze vandaag gewoon laten doen waarin ze zin hebben, maar met klei. Ik heb ze nu kleiballetjes aan het rollen. Het moment ze klaar zijn, wil ik dat weten van elk een van ze wat ze in hun fantasie hebben gehad om te doen met die balletjes tijdens het rollen. En dan schets ik het voor ze uit en dan gaan we het proppen en wanneer het klaar is, hebben ze dan hun werk zo. Nadat het idee zich ontwikkeld heeft met het telefoontje van meneer Linger, dacht ik van jongen, we komen straks in december en in Suriname hebben we Gudupa en Kinderdag en al dat soort toestanden. En het zou goed zijn om kinderen die niet in de gelegenheid zijn om thuis bij ma en pa dit soort momenten te hebben, te verzamelen. Ik wil namelijk in Auxerre rond 5 december wil ik kinderen van kinderthuizen uitnodigen. Maar dat moet dus nog ingezet worden. En dan niet met één kunstenaar, maar met meerdere kunstenaars. Om ze gewoon een dagje bezig te houden met boetseren en creatieve expressie. En dan denk ik dat het een jaarlijk terugkerend evenement mag worden.